Ja, en als je dan op een helling staat van 24% en je remmen werken niet en je bus begint naar achter te rollen, dan schiet het wel door je hoofd van hoe kom ik hier nu weer uit? Hoi, ik ben Herman. En ik ben Sietske. En wij wonen in een bus. Doordat we in een bus leven, is er heel veel ruimte en flexibiliteit om tijd met mensen door te brengen. Het mooie aan die tijd die we hebben met mensen is dat je door middel van relatie, je geloof, ons geloof in God, dat we dat met mensen kunnen delen. We gingen bij mensen op bezoek in het zuiden van Spanje. En die mensen die woonden helemaal boven op een berg. En ik reed naar boven en toen dacht ik, oh, hier is vast boven op de berg wel een parkeerplaats. Dus ik reed helemaal naar boven en toen bleek daar geen parkeerplaats te zijn. Het is een hele steile weg naar boven hier. Het zit helemaal boven op de berg. We zijn er. Maar ik reed hier naar boven en ik kom niet meer verder omhoog. We staan vast. En ik kan het niet zelf. En toen begon de auto te rollen naar achter. Toen trok ik aan de handrem en heb ik het stuur omgegooid. Toen hebben zij een buurman erbij gevraagd met een graafmachine om te helpen. Dus hij zei van ik ga wel in de bus zitten, want het duurt allemaal veel te lang. En die bus die rolde maar naar achter en op een gegeven moment kon hij niet meer remmen. En toen zag ik de angst in zijn ogen. Hij zat achter het stuur en hij was op de rem aan het duwen en hij zocht naar de handrem. En die bus rolde naar achter. Oh, hij deed hetzelfde als wat ik deed. Hij gooide het stuur om en de bus kwam in een hek terecht. En het bijzondere was dat daarachter was een afgrond en daar stond een hek voor. En dat hek had op één punt had dat hek een versteviging met drie ankers in de grond. En op die plek is de bus in het hek gegaan. Mm. En op elke andere plek was die dwars door het hek heen gegaan. Dus het is heel bijzonder dat we onze bus eigenlijk nog hebben en dat die nog steeds, dat we er nog steeds in rijden. Ons avontuur begon in de zomer van 2017. Eigenlijk al verder voor, want we kochten eerst een bus. We ervoerden heel erg de urge om te reizen, om op avontuur te gaan. En toen kwamen we via Instagram, zagen we zeg maar een hele van community. En toen dachten we van dat zou, ja, dat zouden wij echt super leuk vinden. Toen gingen we een beetje ons daarin verdiepen. En toen eigenlijk vrij impulsief zagen we een bus op Marktplaats. En daar zijn we gaan kijken en die hebben we toen eigenlijk meteen gekocht. Het is heel bijzonder, want we zien heel veel dromen werkelijkheid worden. Dingen die we heel graag zouden willen, echt verlangens die we hebben, die werkelijkheid worden. Ja, zo wilde ik bijvoorbeeld graag een theatervoorstelling maken. En we hebben een ander stel ontmoet in het buitenland en daarmee hebben we samen een theatervoorstelling gemaakt en getoerd door Nederland. En dat is één droom die is uitgekomen en er zijn nog veel meer dingen. Omdat we ook niet zoveel zekerheden inbouwen, vinden we het daarin ook heel gaaf om te zien hoe hij voorziet. Ja, we hebben geen vaste baan, dus er komt niet elke maand een inkomen op onze rekening. Maar toch, elke keer weer geeft God ons werk of andere manieren waardoor geld binnenkomt. En het is gewoon zo gaaf om te zien hoe hij ons daarin nooit in de steek laat.